Jon Brandeel, ik denk als we naar de wedstrijd hebben gekeken, heeft MVV 300% kansen gehad, maar er ging er maar eentje in. Ja, op het moment dat we een beetje lieten hangen, dan hebben we tegengekregen. Dus zuur, maar dat is voetbal. Maar ik denk dat jij vandaag wel hebt kunnen onderscheiden bij NAC. Ja, ik heb de kans gehad. Ik heb ze gegrepen, dus daarvoor sta ik dan natuurlijk. Het is leuk om, om zoveel ballen te kunnen pakken en ja, veel kunnen uitkomen en zo. Maar uiteindelijk speel ik liever dan 0-0 dan 1-1. Ja, want het is je eerste tegentreffer onder Vreven en de eerste tegentreffer in 2017. Komt dat omdat jullie dit nadat Vreven is gekomen goed staan te verdedigen? Of is dit gewoon omdat jullie nou een keertje een goede tegenstander hebben? Ja, het is te zeggen. Ja, er zijn afspraken, er is een doel, manier van spelen, proberen we te brengen. En dat heeft, het gaat volgens mij vrij goed. Natuurlijk, nieuwe trainer, nieuwe wetten, dat gaat niet op 1, 2, 3. Dat moet ook groeien, iedereen moet er dagelijks mee bezig zijn. En dat doen we ook, we doen echt hard ons best en we geloven er ook allemaal in. Maar het zijn momenten zoals nu, dat we toch nog iets meer moeten kunnen doen, denk ik, om ook hier de 0 te spelen. Ja, want eigenlijk het tegentreffen die je krijgt komt uit een tegenstoot van MVV. Jullie maken bijna de 1-0 aan de andere kant en dan valt het bij jullie erin. Kunnen jullie dan wel aan de afspraken houden als je zo'n uitbraak tegenkrijgt? Ja, dat zou moeten. Ik bedoel, ook al gebeurt er van alles, moeten we toch de hoofdjes koel houden, zeg dat hier. En gewoon teruggaan naar de basis. Gelijk wat er, welke omstandigheden komen voor, komen achter, moeten we altijd weten wat we moeten doen. En ja, daar sta ik ook voor om dat natuurlijk uit te stralen naar de groep. Maar daar moeten meer mensen opstaan tijdens die match. En niet gewoon meegaan in de malaise dan. Ja, dit is de vierde wedstrijd die ik dan in ieder geval zie van NAC onder Stijn Vreven. Wat ik na de wedstrijd veel hoor van jullie, is dat jullie het over afspraken hebben en over heel de week scherp zijn op de wedstrijd. Is dat nou iets wat Stijn Vreven heeft toegevoegd aan de selectie? Ja, ik denk, bij hem is heel duidelijk, afspraak niet naleven, ja, dan is hij klaar mee, zo simpel is het. En zo zou het eigenlijk ook moeten zijn in voetbal. Er zijn bepaalde wetten voor die een trainer stelt. En als je allemaal hetzelfde wilt bereiken, moet je ook allemaal hetzelfde doen. En zo niet, ja, dan ga je ook niet bereiken wat je wilt bereiken. En hij kan heel goed toewerken naar een wedstrijd toe. Hij voelt ook wel goed aan wat een groep nodig heeft. Tenminste, zo beleef ik dat. Ik merk ook dat iedereen echt die vrijdag er wel staat. De match die we nu getoond hebben. En dat was in het verleden misschien wel iets te weinig het geval. Ja, want je hebt nu in plaats van een coole spits voor de groep, heb je een keiharde verdediger staan. Ja, klopt. Dat is natuurlijk voor mij wel. Dat neemt heel veel werk van mij weg. Maar ja, ik probeer hen te helpen, hen helpen mij. En het is uiteindelijk, doen we het als team en niet als individu. En dat hebben we te vaak gedaan. En alleen samen gaan we bereiken wat we willen bereiken en het zal moeten blijken natuurlijk. Maar over het individu gesproken, in de 88e minuut lig je op de grond, kan iemand inkopen op kop op open goal, tik je hem over en daarna valt 1-1. Hoe is dan jouw ontlading? Ja, dan denk ik van, dan gaat er van alles door mijn hoofd, dan denk ik van yes, kut, shit, corner, klaarstaan. Ja, dat is even leuk, maar uiteindelijk koop je er niks mee. Het is pas als hij afleidt dat je moet opmaken van oké, was er goed, was er slecht, hoe is mijn gevoel. En dan pas kan ik naar huis gaan. Ja, dit keer dan een stukje schizofrenie, want vorige keer bij de 2-0 stond je een sprint van 100 meter te trekken. Ja, omdat ik was zo blij voor Olivier. We rijden zo dadelijk samen, ik weet wat hij ervoor doet. En hij heeft 4 of 5 minuten nodig en hij grijpt ze. En Olivier is echt een voorbeeld voor iedere NAC-speler. En ja... moest er zo 11 zijn, dan is het gek natuurlijk. Maar ik was zo blij voor hem dat ik dacht van gewoon sprinten. Ik had nog niet veel gelopen, dus moest ook wel mijn ding doen hoor. Dus ja, ik was gewoon blij voor hem. Maar over heel deze wedstrijd, mag ik je feliciteren met de punt of met een nagel van huis? Als 0-0 was geweest, dan mocht je me feliciteren met een punt. Oké, succes voor de week. Dank je. Hey.